Vandaag gaan we het hebben over mijn eerste rijles. Die heb ik laatst gehad. Wat ik ervaren heb met mijn eerste rijles, ik vond het heel fijn. Zo wordt er wel heel veel duidelijk. Wat ik persoonlijk fijn vind, ik heb al mijn rijlessen, zijn 100 minuten. Dat is ongeveer 1,5 uur. En eerste instantie klinkt dat heel lang. Ik had zelf niet echt door dat ik 100 minuten aan het lessen was. Uiteraard zijn er ook wel nadelen aan 100 minuten rijlessen. Want je gaat 2 keer zo snel door je rijlessen heen. En denk vooral niet als je rijlessen gaat beginnen en denkt van oh, ik ga 100 minuten, want dan kan ik sneller op en heb ik sneller examen. Daar zit ook een wachttijd op. Het kans is wel dat je dan extra rijlessen moet gaan inplannen totdat je op examen kan. Zo, daar zijn we weer. Hallo. Vandaag gaan we het hebben over mijn eerste rijles. Die heb ik laatst gehad. Ja, als je wil beginnen met autorijden, dan moet je alsnog nog als eerste een proefles inplannen. Wat ik ervaren heb met mijn eerste rijles, ik vond het heel fijn. Zo wordt er wel heel veel duidelijk. Niet alleen hoe je rijdt, maar ook hoe je bent. Hoe ben je in het verkeer? Hoe ben je überhaupt wel in staat om überhaupt een rijles te doen? Want dat kan ook, hè. Je kunt heel leuk willen dat je gaat rijden. Weet je bij zo'n proefles meteen ook hoeveel lessen je nodig hebt. Stel dat je iets moeilijker vindt of dat er een aanpassing moet gedaan worden. Er kan heel veel duidelijk worden gemaakt. Dus ja, dat is gewoon heel fijn. Vaak na 1 rijles, proefles, kunnen ze ongeveer inschatten hoeveel lessen je nodig hebt. Ze kunnen niet per se zeggen van oh, jij gaat voor pakket zoveel. Dat kunnen ze niet doen. Dat kunnen ze pas zien na een rijles of 3, 4. Dan kennen ze jou ook. Jij kent de auto een beetje. Dus hè, dan het autorijden bedoel ik dan. Dan weten ze een betere inschatting te maken van hey, het is dit en dit is wat er nu is. Wat ik persoonlijk fijn vind, ik heb al mijn rijlessen, zijn 100 minuten. Dat is ongeveer 1,5 uur. En eerste instantie klinkt dat heel lang. Ja, dat is het ook oprecht. Ik heb wel gemerkt dat dat heel snel ging. Ik had zelf niet echt door dat ik 100 minuten aan het lessen was. Heel veel rijscholen rekenen uiteraard ook gewoon 50 of 60 minuten per les. Dat kan, maar heel veel rijscholen hebben ook opties van 50 of 100 minuten. En ik heb in die 100 minuten merk ik zelf dat je meer tijd hebt en meer tijd om alles te leren en te zien. Kijk, bij zo'n 60 minuten, ik heb een beetje de tijd in de gaten gehouden toen ik mijn eerste rijles had. En toen had ik om 4 uur of zo, rond een uur of 4. En toen keek ik op 5. Ik dacht van, ik heb nog maar echt een kwart van de hele rijles. Het ging heel snel, voor mijn gevoel. En met 1,5 uur heb je dat, gaat tijd zo snel. En dan heb je dat gewoon niet door dat je al 1,5 uur aan lessen bent. Uiteraard zijn er ook wel nadelen aan 100 minuten rijlessen. Want je gaat 2 keer zo snel door je rijlessen heen. Dus als een rijles ongeveer 50 minuten is, tot 50 tot 60 minuten, en je hebt 100 minuten, ja, dan ga je gewoon dubbel zo snel. Ligt ook aan de rijschool hoe snel jij op kan. Hun moeten dat uiteraard inkopen, maar het hangt er ook af. Er zit ook een wachttijd bij het CBR om überhaupt examen te mogen doen. En denk vooral niet als je rijlessen gaat beginnen en denkt van oh, ik ga 100 minuten, want dan kan ik sneller op en heb ik sneller examen. Daar zit ook een wachttijd op. Het kans is wel dat je dan extra rijlessen moet gaan inplannen totdat je op examen kan. Want uiteraard, je moet het wel blijven doen, het rijden. Als jij op een gegeven moment ermee stopt, dan kijk je verleert het niet. Maar of de kwaliteit van het rijden wordt wel minder. Slagingspercentage van jou, die zakt ook. Dus denk daar goed over na. Heb ik een groter pakket genomen dan dat eigenlijk de bedoeling was. Waarom? Niet omdat ik niet kan rijden. Kijk, ik kon een kleiner pakket nemen, maar dan kwam ik niet uit met mijn rijles. Dus dan moest ik extra rijlessen bij gaan liggen kopen om examen te mogen doen. Het is een beetje vaag misschien. Dus ik heb gewoon een groter pakket genomen, waardoor ik zeker weet genoeg rijlessen heb voor examen te mogen doen. Zodat ik ook zeker weet dat ik gewoon op tijd en genoeg lessen heb om examen te mogen doen. Kijk, uiteraard is het wel wat duurder, maar ja, rijlessen en rijbewijs halen is sowieso niet heel goedkoop. Je haalt wel je voordeel uit als je dadelijk gewoon je autorijbewijs hebt. Voor mij in ieder geval auto.
Kijk, natuurlijk, hè, als jij je eerste proefles hebt gehad en het voelt niet lekker, of het is misschien dat rijschool niet bij je past, dat kan. Het kan verschillende zaken hebben. Kijk, en dan heb je toch wel een proefles gehad en dan kun je alsnog naar een andere rijschool gaan. Ik heb zelf mijn proefles gehad en ik voel me goed bij de rijschool waar ik nu les. Ja, ik ga gewoon lekker door daar. Maar stel dat ik de rijschool niet echt heel fijn vond, dan kun je altijd gewoon beslissen om een andere rijschool te zoeken. Kijk, en ik had gewoon het geluk dat mijn eerste... ik heb wel van tevoren gekeken naar slagingspercentage uiteraard. Maar ook gewoon hoe de rijschool is. Reviews lezen. Na mijn eerste rijles had ik een goed gevoel. Had ik een goed gevoel met mijn rijinstructeur. Dus het was allemaal heel fijn. Dus ik ben gewoon lekker doorgegaan. Dus dat is juist top. En ik denk dat dat ook het beste gevoel is wat je moet hebben om überhaupt examen te doen. Stom gezegd, maar kijk ook juist naar een fijne rijschool waar je je goed bij voelt. Doe je dat niet, en ga je maar omdat je moet lessen en wil leren om te rijden en je rijbewijs wil hebben, dat je dan juist op de eerste beste rijschool die je vindt, dat je daar gaat rijlessen, ja, dan zit je zelf niet lekker. Dan zit je tijdens je lessen niet lekker en tijdens je examen niet lekker. Want je hebt niet het gevoel dat je gaat slagen. En dat moet je juist hebben. En daar kan een rijinstructeur, maar ook een rijschool en jezelf bij helpen. Als jij alles goed hebt. Dus ik denk dat dat wel de belangrijkste dingen zijn die je moet weten. Nou, ik denk dat het wel zo was. Vonden jullie deze video nou tof? Geef dan zeker even een blauw duimpje omhoog. Wil je meer van mij zien? Abonneer dan op mijn kanaal. Heb jij nog ideeën of onderwerpen of wat dan ook? Laat het weten onder in de reacties. En dan zien we elkaar bij de volgende video weer terug. Hey, hoi hoi!